Hallo jongens en meisjes van de GameStad. Mijn naam is Sieg en ik ben hier vandaag met een nieuwe aflevering van Shooters met Sieg. En vandaag doen we dus Call of Duty Black Ops 2. Multiplayer natuurlijk. Ik heb deze game gekozen omdat het stond niet in de comment section. Maar de games die erin stonden vond ik zelf niet echt heel erg leuk om te spelen. En ik speel natuurlijk liever games die ik zelf leuk vind om te spelen. Dat ik, dan dat ik niet echt interesse voor de game heb. En dat ik hem heel saai heb. En dan krijg je ook heel vervelend commentaar. En dan moet je het ook niet hebben. Oh, daar zit iemand. God. Ja, daarom dus deze game gekozen. En natuurlijk ook omdat het gewoon een toffe game is. Afgezien van de mensen die zitten te campen op hoekjes. Ga deze gasten verpakken. Hoe kan dat? Echt. De gast schiet me echt zo dood. Hier met jou. Maar ja, voor de vorige aflevering heb ik 3 dislikes gekregen op mijn video. En ik zou graag willen weten hoe dat komt. Wat jullie nou minder vinden aan mijn video's. Laat het even weten, want ik kan daarvan leren. En ik doe er graag wat aan om deze videoserie leuker te maken voor jullie. Want dat is natuurlijk mijn doel. Ja, om mezelf te verbeteren. En dat ik steeds beter word in het maken van video's voor jullie. En ja, jullie steeds meer plezier gegeven eigenlijk. En ik ben afgeleid. Ik word echt gedood door mensen. Shit. Allebei de bombs die zijn geplant door ons. Dus dat is mooi. Maar ik word wel de hele tijd afgeslacht. Zo, ik ben 13 keer dood gegaan, joh. Dat is ook niet goed. Oh, dat was gewoon friendly fire. Ja, het is hardcore in dit geval. Ik druk dit op mijn playlist. Even kijken, Nuketown en die bootmap. Ik weet niet precies meer hoe je heet. Maar het zal ik zo vast wel opkomen. Maar ja, dat speel ik dus nu en dat is gewoon hartstikke tof. Want Nuketown is een coole map. En oh, die bootmap ook. Heb ik nou echt 2 kills? Wauw, dat was 1 schot, hè? Hey, dat was lekker. Kut. Wallhack. even grappige comment achterlaten. Dat is het leukste altijd als je Call of Duty aan het spelen bent en mensen denken dat je een wallhack gebruikt. Want ik schiet gewoon dwars door de muur heen natuurlijk. Kut. Then you guys all suck. Fuck you and your record. Your record. Nou, dat is niet goed Engels eigenlijk. Oh, dat is een friendly. Godzijdank. Damn. Hier met jou. Altijd van die ragers op Call of Duty die niet goed weten wat ze zeggen. En echt 80% kans dat diegene die gecomment heeft, dat die misschien niet ouder is dan 10. dat soort mensen heb je zo vaak op Call of Duty. Als je niet Call of Duty speelt, dan weet je ook niet waar ik het over heb natuurlijk. Maar Call of Duty is altijd helemaal vol met squeakers. Dus eigenlijk kindjes die... Die gaan helemaal ragen over de microfoon. En die hebben natuurlijk een hele hoge stem. Waardoor je echt zo'n squeak geluid hoort. Dus dat moet je ook niet hebben. Dat is fucking vervelend. En ik ben uit de lucht geschoten. Ik ben ook niet echt geconcentreerd aan het spelen natuurlijk. Maar dat maakt niet uit. Ik heb plezier. Zo. Dat werkt soms ook wel, dat je er doorheen schiet. Maar in dit geval dus niet. Oh, zo. Dat was lucky. Oké, dat was de eerste... Oh, wacht. GR is natuurlijk, hè. Good round. Niet good game, maar good round. Maar, ja, 14-21. Wel een verbetering van de vorige score die ik hiervoor liet zien. Door al die kills natuurlijk, maar... Nog steeds niet helemaal op de nul. En ik probeer altijd per potje, probeer ik in ieder geval op een 1 kill death ratio te komen. Anders dan is het ook heel erg... Oh, die is lekker gek. Oh, al die kills. Even kijken of we nog... Oeh, ja, nog een kill erbij. Oeh, jammer. Kijk, dat is me wel lekker. Ik heb 5 kills erbij gehaald of zo in het begin van het potje. Hier, nog een kill erbij. Ah, jammer. Nou, even kijken. Waar zitten die gasten? Blijkbaar daar.
die bom zien te planten. Ik zit natuurlijk ook er zitten, ja, dat dacht ik al. Dom voor mezelf, want de meesten weten natuurlijk dat ik daar zat. Dat was ook dom, want die gast die blijft natuurlijk doorschieten. Even zorgen dat ze niet deze bom laten even defusen. Ja, ga dan even uit de weg, jongen, echt. Mensen die in de weg staan, punt wel. Deze damage me gelukkig niet. Ah, die wil ik pakken. Oh, er komt een heleboel gasten aan. Nou. Hè? Oh, dat is gewoon... Ik denk al. Ik dacht, er staat een friendly achter mij, dus die heeft mij gedood. Maar blijkbaar was dat dus gewoon een helikopter die er is. Die heeft damage. Ja, die heeft wel heel veel damage ontvangen. Dat is zo vervelend dat je net iets te laat bent met schieten. Oh, die zag ik niet eens. Dit keer was het niet te laat met schieten. Dit keer was het gewoon een fout in mezelf. Het mooiste van het wapen is dat je gewoon echt... Als je in ieder geval een schot lost op ze, dan zijn ze dood. Ja, net zoals met een helikopter op jou. Wil ik ook niet hebben. Dus volgens mij een granaat dat daar gewoon kwam. Even kijken of hier ergens achter ook nog kills te maken zijn. Hè? Echt, dan heb je schoten die echt net mis zijn, weet je wel. Mensen met target finder, ook heel leuk natuurlijk. Hoe kan dit? Dit wil ik even zien. Oh, dat is natuurlijk hardcore, hè. Ik ben wel benieuwd hoe ze mij schieten dan. Ja, god. Ik deed het gewoon natuurlijk. Nou, blijkbaar niet in één keer dood deze. Komt u maar. Nee, heb je dat gezien? Er zit dus iemand achter daar, dan weet ik dat ook weer. Want daar kwam het bommetje vandaan. Oké, heel langzaam die kant op lopen. Nee, toch niet. Gelukkig is er geen radar. Ja, kom op. Wil je zeggen dat die gast mij eerder zag dan... Kijk, die zag ik gelukkig al opkomen ervoor. Kijk of we hier ook nog kills kunnen maken. Ja, kijk, daar gaan we al. Dat is oké. Kijk, nog eentje. Komt u maar, komt dat zien. Oeh, jammer. Mensen die niet goed het kamp kunnen verdedigen, dat is echt jammer altijd. Kijk, zo doen we dat. Ah, god. Die moet dood. Die moet dood. Ja, Katja. Kijk. Die mag niet de bom planten, want dat scheelt een heleboel moeite namelijk. Anders dan komen ze weer die kant op, dan blijven ze die bom planten. Nou, tenminste, dan blijven ze je doden en dan kan je die bom niet defusen. Dat is scheidvervelend. Dus het kan scheidvervelend zijn. Is niet altijd zo natuurlijk, maar... Oh, die gaat wel op die andere gast af die zat te schieten, maar blijkbaar niet. Oeh, die was lucky. Jammer, jammer. Oh, hè? Nah, ik dacht dat hij dood was of dat hij gewoon weg was gelopen van, weet je wel. Niet dat hij daar zat. Maar blijkbaar... Oh god, hij is gedefused. Oh, dammit! Kijk, dit bedoel ik nou. Dan word je de hele tijd doodgeschoten. Dan kan je dus, oh, ja. Ja, nice. Hij heeft nog defused. Dat maakt niet zo uit als ik dood ga, weet je. Ik bedoel, hij heeft nog gedefused. Objective is gecomplete. Ja, soort van in ieder geval. Ja, kijk. Nu hebben we deze ronde gewonnen. Zoals elk potje doe ik dus één game. Niet één ronde natuurlijk, want ik heb het nu al bijna twee rondes gedaan. Maar... Gewoon elke aflevering doe ik gewoon één potje. En in dit geval is het bijna voorbij, want Demolition is altijd zo dat je dat het eerste team dat twee punten heeft, of ja, nou, twee punten heeft, dat wint. Dus in dit geval is het overtime nu. En nu heb je dus heb je één van die bommen, niet twee. Dus... Snel doorheen, oh shit.
kut. Ik moet dat ding even planten eigenlijk. Ik moet even daarheen rennen en even dat ding gaan planten. Kijken of ze ons vinden. Shit. Ja, dit kan nog wel eens nasty gaan uitpakken, want nog 28 seconden en hebben we verloren. Ja, plaats het ding maar. Plaats het ding, plaats het ding. Ah, heeft hij niet kunnen plaatsen. Zo jammer. Ah, waarom? Ja, nu gaat het potje snel voorbij. Want het duurt 6 seconden om het ding te planten namelijk. Dus ja, als nu niet iemand plant, views in ieder geval, dan zijn we doomed. Ja, dat was hem al. Nou, dat was het potje. Nou ja, jammer. GG, leuk potje. Dat was het alweer voor deze week Shooters met Sieg. Nou, dat is iemand die aan het praten is. Zou je nou een game willen zien? Dan moet jij er gewoon eventjes een comment plaatsen in de comment sectie. Met welke game jij wilt dat ik ga spelen. En ik ga ernaar kijken, zo snel mogelijk. En dan zie ik jullie volgende week weer. Dus doe een duimpje omhoog als je het video leuk vond. Laat een comment achter. En subscribe natuurlijk op een GameStat. En op mijn kanaal. Mijn kanaal staat in de beschrijving. Bedankt voor het kijken jongens. En ik zie jullie later. Peace.